Dames en heren, het is oprecht niet normaal wat hier gebeurd is in Schaapstad. Kijk mijn huis. Mijn hele huis is veranderd in dirt. Hoe is dit eigenlijk ook mogelijk? Oké, mijn farm is nog wel helemaal heel. Mijn schapenkooien zijn helemaal heel. Alleen geen schapen meer. Dat is wel een klein beetje jammer. Voor de rest is gelukkig Jesse zijn schapenhok ook kapot. Want ik denk dat Jesse dit gedaan heeft. Ik weet niet waarom. Ik heb gewoon zo'n gevoel. Mick heeft een enorm grote bunker gemaakt. Dames en heren, ik denk dat het tijd is dat ik mijzelf ready moet gaan maken voor deze oorlog. Er staat er ook een bordje. Giel, het is oorlog. Maak je ready. Ja, ik zie het, Jesse. Oh, ik had net mijn huisje zo ontzettend mooi gemaakt. En nu zie je helemaal van dirt weer. Echt, mensen. Wat moet ik hier aan doen? Ik moet ook nog mijn hele hek gaan bouwen deze aflevering. Oh, ik heb zo ontzettend veel te doen, dames en heren. Dit gaat echt heel erg lastig worden. Maar gelukkig heb ik altijd de hulp van jullie, mijn trouwe abonnees, die mij altijd helpen met het bouwen in deze server. Dus ik ga jullie sowieso vandaag ook weer mee laten bouwen. Wil je nou ook een keer meehelpen met bouwen in deze server? Dan moet je geabonneerd zijn op mijn kanaal. En misschien mag je dan in de volgende aflevering wel meebouwen. Ik ga nu aan een random abonnee vragen of dat hij mijn huis kan repareren en mijn hek kan repareren. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, dames en heren. Mijn hek en mijn huis is weer gerepareerd. Ik ben er super blij mee. En zoals ik toen net al zei, wil je mij nou een keer helpen met bouwen? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Want ik laat meerdere mensen bouwen in mijn Minecraft server. Maar oké, het wordt dus oorlog. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Jesse zich heeft voorbereid. Hier ligt allemaal sneeuw. Misschien betekent dat dat Jesse een heel leger gemaakt heeft van sneeuwmannen. Ik kan alleen het leger niet zien. Ik denk dat hij het verstopt heeft. Maar oké, dat betekent dus, dames en heren, dat wij niet achter kunnen blijven. Ik wil ook een leger bouwen. En ik heb echt een super goed idee om dat te gaan doen. Ik ga namelijk heel veel steen hakken en ik ga een mob grinder bouwen. En die mob grinder is normaal gemaakt om allemaal mobs te kunnen killen. Maar daar is die van mij niet voor gemaakt, dames en heren. Mijn mob grinder is gemaakt om de mobs die daaruit komen in het huis van Jesse en Mick te leiden. En dat gaan we doen. Ik denk oprecht dat wij op die manier het allersterkste leger ooit gaan maken. Ik zit alleen nog heel even te kijken waar ik mijn mob grinder moet gaan bouwen. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat het ook makkelijk moet zijn om ze in het huis van Jesse en Mick te leiden. Dus oké, ik heb een idee. Ik ga eerst even eten. Dat is het eerste gedeelte van het idee. En het tweede gedeelte van het idee is om naar deze berg hier zo recht voor mij te gaan. En daar ga ik enorm veel steen hakken. Want voor een mob grinder heb je nou eenmaal enorm veel steen nodig. We gaan echt een zieke mob grinder. Dit wordt gewoon het grootste en ziekste leger wat deze server ooit gezien heeft. Oh, we gaan echt ziek veel stone nodig hebben hiervoor, dames en heren. Ik ga ook geen kleintje maken. Nee. Ik maak gewoon een ziek grote mob grinder. Oké, dames en heren, mijn pickaxe is bijna kapot. En dat betekent dat ik, nou ja, enorm veel steen heb, zoals je kan zien. Oké, dames en heren, ik zit even een goede plek te zoeken waar ik deze mob grinder kan gaan bouwen. Want ja, we gaan natuurlijk een heel leger, zoals ik net al zei, in het huis van Jesse zetten. Want ja, mobs vallen Jesse natuurlijk aan. Dus dit wordt echt insane leuk, dames en heren. Ik heb hier zoveel zin in. Oké, maar goed. Laat ik hem voor nu nog heel eventjes... Ik zit te denken hier zo voor mijn huis. Ik ga hem gewoon hier zo bouwen en dan kan ik ze makkelijk naar Mick toe leiden en makkelijk naar Jesse toe leiden. Jullie hebben misschien, als je mijn Skyblock serie hebt gezien, al een keer gezien hoe ik zo'n mob grinder bouw. Dus ik vind het een beetje onzin om het nu nog te laten zien. Ik ga deze mob grinder bouwen en ik laat jullie zo het eindresultaat zien. Dames en heren, ik heb de mob grinder gebouwd. Zoals je kan zien, er staat echt overal ook al water. Ik moet trouwens nog één bucket water plaatsen, zie ik hier zo. Hoppa, oké, helemaal top. En hier spannen dan dadelijk alle mobs en die lopen dan, omdat ze super dom zijn, hier zo in en dan vallen ze daar zo dood. Ik wil niet doodvallen, dus ik ga even naar beneden bouwen. Oké, dames en heren, laten we gaan kijken of dat die werkt. En ah! Wow, oh, er stond daar een creeper, mensen. Oké, hij werkt. Ik ga het snel nog heel eventjes afblokken zo. Maar wat me dus al een heel erg leuk idee leek, is om het leger van mij meteen naar binnen te leiden bij Mick in zijn huis. Dus ik hak eventjes dit weg. Even kijken, hoe komen we in Mick's huis terecht? Is dat zo? Ja hoor. Wow, wat heeft Mick allemaal gedaan? Hij heeft gewoon een hele muur eromheen gebouwd. Ik dacht dat dit gewoon één groot huis was, maar het is dus blijkbaar een muur. Oké, wel fijn om te weten. We moeten ook nog eventjes wat water pakken, want ja, water hebben we natuurlijk ook nodig om die zombies bij Mick naar binnen te kunnen leiden. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat we dit gewoon even weg gaan hakken zo. We maken eigenlijk gewoon onze huizen aan elkaar vast. Kijk, de mobs die hier dus doorheen komen, die krijgen normaal altijd damage. Maar omdat ze nu in het water gaan vallen, krijgen ze dat dus niet. En dat lijkt me gewoon wel heel grappig om te kijken hoe Mick daarop gaat reageren. Hoeveel beter is het gewoon als mijn leger al in het huis van Mick staat als de oorlog uitbreekt? Dat zou toch top zijn? Oké, weet je wat ik ga doen? Ik plaats hier eventjes dit water. Tot hoe ver gaat het? Oké, tot zover. Dat is nog niet ver genoeg.
Dan gaan we natuurlijk nog eventjes hakken, weet je. Dat kan ook gewoon nog. Oké, ga maar lekker bij Mick naar binnen in zijn huis. Ja hoor, helemaal top. Nou kijk, op deze manier komen dus al de zombies binnen. En weet je wat, we moeten dit ook gewoon even weghakken. Dit hebben we ook helemaal niet nodig. Kijk, ze moeten natuurlijk zo ver mogelijk hier zo inkomen. En dan zijn ze hier en dan kunnen ze Mick al gelijk aanvallen. Ja mensen, dit wordt echt een ziek idee. Het enige wat ik nu nog moet doen is eigenlijk met gevaar voor eigen leven deze blokjes weghakken. En dan kunnen de zombies dus nu al in het huis van Mick gaan komen. En dit gaat echt super grappig worden. Oké, ik moet wel even uit het huis van Mick. Ik weet niet hoe dik een muur dat hij heeft gemaakt. Wat? Gewoon een muur van 3 dik. Ben je serieus, Mick? Holy shit. Oké, dat is wel een muur, daar zeg je u tegen. Dat moet ik je wel toegeven, Mick. Ik moet alleen trouwens wel de muur even goed dichtmaken. Want Mick mag natuurlijk niet doorhebben dat ik hier ben geweest. Ik ben echt super benieuwd hoe Mick hierop gaat reageren.